helemaal waar. We gaan wel naar buiten met redelijk rollen. 20 laps. Dat moet genoeg zijn. Oh, en daar gaat... Oh, is het vlak achter mij? Toch? Is hem dan? De koningsdoeler is ja, al. Ja, ik zit achter. Nummer 6, oh, dat is de duurder. Het duurder is dat. Dit is zo'n fuckbog als de pitwood comes, hè. Zo even wennen, hoor. Is de duurder niet jarig, maar eigenlijk? Ja, die is wel 6 vandaag. De vijfde. Ja, dan ben ik wel niet jarig. Goed dat ze het zegt. Godverdomme, man. Wat heb je dan nu weer een lul achter me zitten? Ik weet het niet. Ik ben een kut fan. Oké. Ik heb ze de pedoedrie, je gaat er achter de gang, hè. Hé, maar ze is wel mijn teammate, hè, dus hij moest niks van de baan rijden. Kut fan is het. Niks, jong. Dat is eigenlijk het veel. Ik was stupid te komen te kwallen bij. Stokbrood vereten, is het. He's a mental guy. Oh, ja, ik heb de breaks gaan zo niet ingesteld gisteren. Oh, wat een teringzooi. Maar wel een... Oh, wat een heerlijke lijn door de schijf. Champions krijgt. Als ze hem kunt controleren, is dat lekker, hè. He backed me up into Ricciardo. Hey teammate! Fucking schrol! Welke? Fucking Ricciardo! Passes lap! Eens kijken! Oeh, dat scheelde niks! John L, passes lap! Jawel hoor! Het kan echt! Een joke P1 zoals dat noemen! Het kan echt! Opsofts, laat het even duidelijk zijn. Oh, opsofts, oké. Okay. Nee. Met alle respect. Je hebt wel Ricciardo verslagen, hè? In een onbekende run. Dus ja, ik weet het niet. Daar kun je niks van zeggen. Oh, de Wall of Fucking Champions komt heel dichtbij op deze run. Nee, dat is geen snelle lijn. Godverdomme, hij zit zo vast achter die lui, hè? Ben ik het? Ik heb dat de herpin aan. Het zal onze Belgische vriend zijn. Zo! Dat is Sean, ja. De World Champions. Lichtelijk getoucheerd. Wat is dat? Paniek. En alles on fire, guys. Back to back fast slaps. Op soft kunts. Kut! En is great. Ah, ik zie heel. Ja, ik moet toch wel de pit in, dus ik heb goed uit. Ja, helaas. Dus de Wolf is alweer met de vuist op het bureau slaan. Zo, terug naar Lien. En hoe... Dat shot was wel ook een fucking kutte lijn hoor. Ja, deze goed, Roger.
kijken of jij dadelijk mijn teeth verbroken hebt. Moet toch wel eigenlijk. Godverdomme gekeerde kutvent. Voor een penalty van over 2 seconden in Mercedes spel hebben. Gokkigjes zo gaan. Gewoon ze eruit te geven, want dat is nog niks hoor. Dat is wel een compensator voor ze, vergeet dat niet. Zessen? Dat is wel een compensator. Ja, dat is ook een seconde weer. Dus dan heb ik hem een seconde over. Wat is het verschil? Ik heb 1.15.5 gereden. Ja gast, ik heb mijn lap niet live zijn hè. Oh wacht, 1.16 wat? 0, dood, blank. Ja, dan ligt er een Ricciardo achter de chauffeur op de weg. Ik hoor het niet. Verdomme, ze fuck ASO's. Dat heb ik hier gedaan, verzonnen. Chef steekt echt zo'n Tini, in blauw. Tini! Wat is de achternaam niet meer? Niemand weet dat. Oh. Verstappen, maak je weg. Verstappen. Oh, wat een vettige kutfan is dat toch, hè? Ik heb een hoplijn, ik heb toch geen veurig idee. Ik begin druk te krijgen op het bandje. Ah, zo! Wow! Oh, Shell en ik zijn, godverdomme. Oeh, wij duikt er langs weer door. Waar is dat? Is dat een haas? Go teammate dan, want ik ben in de buurt. Nou, het is een witte. Nee, mijn teammate is een pitsgast. Oh nee, het is een Renault. Dan heb je niks gezag. Ben ik het? Ja, dat is sowieso even die tweede als het een Renault is. Wat een kutvent! Oh ja! Wat een kutvent! Yes! God. Dat is hem! Er zit zich hier met beerlijn te beustelen en er zit echt aan achter. Godverdomme! Goeie massa, het alien probleem. Ik ga het gaat rustig aan nemen. Want ik weet niks. Ondertussen bij de race director. Incidents. Sean de Zieker. Sean de Zieker. Sean de Zieker.
allemaal cornerpins in. Hey, warning, hè? No more rides, man! No, no more. Je bent gewoon te lief, daarom heb ik het gekregen. Exploits, hè? Nou, Prank, dat is toch op P9 momenteel? Ah, ben ik zo niet afgegaan, nou word ik zus. Het is wel een Renault 10, zeg, dat is wel een paar. Oh, hey, ik zal met die longruns op P4. Godverdomme. Ah, kut. Ik heb een punt, ik kom daar eens van die bankjes. Oh. Ik begin het langzaam te hebben met de lange wens. Oh, cancer, ja, dat is kapot. Oh! Oh! Wat zegt dat, Sean? Ja, dat was ik. Oh, dat is een cancer, Wongo. Toen ging ze godverdomme naar mijn plek toe. Ja, ik moet de baan, maar dat betekent niet dat ze me was aanrieden. Nee, toen raakte ze mij. Wat? Ik wilde mij van achter. Ik wilde mij van achter gebeurseld worden door dich. Van achter. Kut! Maar oké, ik raakte van de baan. Het is een onprettig gebeurs van achter gebeurseld werd, Sean. Is dit nog van beurs? Oh, tering! Hé, hier liggen hè. Dat is Sean. Het is geen gelachen. Ja, ik ben met vleugel toe. God voor cancer. Ik ook. En toch val ik de bocht, Bram. Ja. Ja, die wil iets nog, jongens. Ja. Wat zei ze? Die wil iets hier nog op plusje. Dude, echt. Het is overal carnage. What the hell? Achter me gelijk ook. Ik heb nergens last van. Ik ben Williams. Voor de eerst. Ja, dat lijkt Bottas never in weg. Wat is dit nu? Oh, is dat Bottas? Ja, ik vond dat. Je in de hairpin. Ja, sorry. Eigenlijk Bottas. Wat is dat voor het geks? Bottas? Ik heb verkeerd zijn. Maar Sean, ben je echt dan Hamilton of wat? Ja. Ah, waarom ben je niet Bottas? Omdat er een nut is. Ja, dat is helemaal van Den Haag. Maar oké. Ik weet wel slimmer niet erin is Hamilton of Bottas. Ja, zo hoef ik toch niet meer zorg over te maken. Bottas is een rekker. Dus. De pas ik gewoon die Bottas wil ze zeggen. Ja, nou ja. Ik heb hem nog een keer. Als we snel zien is, ik heb me verremd. Oh, dat viel met. Nee, het wordt best wel een illegale winst van een halve seconde. Ik heb van gisteren. Godverdomme man. Nee, dat viel best wel met wie illegaal dat wordt. Dat wordt nog. No. Dat mensen proberen de chicane te halen. Ik ga naar binnen, ik vind het goed geweest met deze long runs. Ik ga naar boete. Is Vief een beetje een goede wing setup of is dat? Ik heb 6-7 gebroken volgens mij. 4-6 heb ik. Ja, 4-6. Ik zal wel eens 4-5 kunnen. Ik heb 4-5. 4-5 is heel slippery, dat is wel lekker hè. Maar je moet misschien de achtervleugel gaan opschroeven, want ik schip nog merkelijk weg achter. Ik heb de rakettechnologie over die ik niet ken. Goed, met de G, hé. Hallo. Maar wanneer schip je de achterkant merkelijk weg, Sean? Dan moet je misschien nog eens een differentieel kijken. Ik ben aan B10. Met gaas geven. Ja, dan moet ze die differentieel gedrukt zitten. De koningshoed laat staan al in de garage. Oké. Okay. Zetten zes. Ik drijf weer goed, hè? Ja, wie hoog steekt hij? Want als er heel wie naar rechts zit, dan kent ze wel eens. Maar hebben, heeft hij dan niet gestaan? Dat is het probleem. Ik heb tractie. Hem op standaard staan, maar dat is zeg maar. Hoe ze de drie bochhubs, hoe ik net voorbij ging. En wat volgens mij de eerste sector is. Maar dan gaat hij weg. Ja, maar dat is altijd een moeilijke bocht. Ik weet wel welke dat ze bedoelt. Ja, en de tweede, wat dan ook, wat zich immer de eerste flink is afsnijden. We moeten even aan de setup zitten. Welke nummer zou je dan in? En welke versnelling? Ik neem hem in de veer. Oh, kut. Ja, hij kent in de 4. What the fuck? Hij kent in de 4, 6. Ja.
Welke hebben we verdoven? Dat wil echt de eerste om flink dan afsnijden. Oh. Ja, misschien wel. Sean heeft voor welke het geit. Ik ook. Ja, maar Sean, dat is ook net. Kut, die zit midden in traffic. Een jam de traffic. Die vergoed maakt ze de kant. Nou, een seconde. De resterende tijd op de klok. Nog 13.5. Oh, dat is ruim de tijd voor een mooie ultra stint. Even kijken naar de analyse. Oh, dat zit dicht bij elkaar, jongens! Een 15-5 voor de Nederlander en de Belg. Het zit ontzettend dicht bij elkaar. Ik ga even naar de wijzerwerk kijken, want het zal misschien wel de illegale laps zijn. wat voor laps heb ik allemaal gedaan? 3 warnings, ja, dat is het hier dus. 1-15-5. Ja, dat is een illegale. 16-0 is realistische tijd. Heb ik 2 keer gereden. Oké. Nu we dat weten, gaan wij naar de setup nog een keertje. Want de fuel moet eruit. Lapje of 10. Wacht, even blijven zitten. Oh, hij pakt een meid hoor. Hij pakt een meid! Even wat temperatuur in die bandjes pompen. Ja. Ja. Wie is dan net de pitlane hoed of is dan net de start-finish voorbij? Wie is dat? Dat ben ik, maar ik ben niet de pitlane hoed gegangen. Nee, dat dacht ik al. Schrok nou eens om dat te zeggen. Strollen. Oh, mooie P18. Op het moment hopelijk kan die in qualifying nog wat verbeteren. En dat zeg ik dan namens het bevolk wat hier aanwezig is bij de race. Nou, P6 weer. Aha. Nice. Dat maakt niks. Volgens mij kan ik nu je snelste tijd neerzetten. Nou, dat is gerooi. 2 kopbands achter. Ik heb een paar seconden in ieder geval. Wat? Wie de fuck? Ik heb niet geneerd. Wie ben ik hier in een overseconde speed geraakt? Wow. Aliens. Verdomme, hè. Mooi liften. Zullen we een liftmuziekje opzetten? Doe maar zelf naar je. Mogen we mij een liftmuziekje opzetten? En daar gaat hij. Hoezo? Ja, zeker. Hij zit daar naar P3 op de Supersoft. Met zijn vorm hebben we alleen nog maar op de Ultrasoft. Nee, dat is een Supersoft die in de rest uit. Ik ben nu op de Ultrasoft boete. Nee. Ja, dat is verkeerd. Wat er stuurt is in de band als op dit moment op Ries. Ja, ja, ja. Volgens mij kunt het nu wel de snelste tijd. Hopig. En dan moet ze snel zijn, want ik heb nog een andere guest aan. Ja. 1.14! Oeh! Oeh, dat werd krap, hè? Dat zijn tijden. Dat werd krap. Ik heb een 1.15.5 staan. Nee, dat werd niet krap. Zo'n. Noem me. Zo'n. Ik ga een bal als je kinder even goed pakken. Oh, het gaat helemaal fout! Twee tienden verloren. Ah, kut! Wat? 13.9, goed zo. Een seconde zit erin. Godverdomme. Netjes, Roger. Mag ik daar nog eens een ander setje ultras te version toveren? Een verse set. Dat is wat heel raar hoor. Net is wordt die band weer even vervangen naar soft, best binnen geweest ofzo.
Nee, dat is gewoon woord met 3. Dus. Maar ik, nu zit er wel Ultrasoft. Geef... Ja, ja, nu heb ik ook een record Ultrasoft gezet. Ja, bij mij stinkt er wel al Ultrasoft, maar hou ik er geen titel op zo. Ja, bij mij ook. Heel vreemd. Hoeveel fuel heb ik nog? Oh, I'm out of fuel. Ja, ik heb Dan gaan we eens even kijken of ze nog een nieuw setje tevoorschijn kunnen toveren. En zo is de strijd om P1 wel weer spannend geworden, hè, met de Mercedes. Ja. Mercedes en het Husky. Ja, ik moet nog op de Ultrasoft gaan rijden, hè. Ja, stop. Dan wordt het een 3-strijd. Ik ben er niet aan de kwaliteit. Dat zijn de bochten, hè. Kijk, zo moesten ze pakken. Zo moesten ze pakken. Zo pakken ze. Ja! Ik heb begrepen, hij leef ik anders op zijn conveur op mijn tijd. En dat wordt nog spannend geworden. Maar helaas. Ja, dan beginnen de beetje zo even te trillen. De garage in. Om ja, wat wil jij dan doen? Gewoon ook die garage in. Ja. Maar ik heb ze te wachten, joh. Hoeveel tijd hebben we nog? 7 minuten. Ah, oh, dat is genoeg tijd om nog... Hoop toch dat ik hier erder ben. Nee? Best al erin. Nee, ik sta er al. Ik ben al. Ah, kijk. Ik ben bijna. De camper! De camper. Aangereden. Ja, maar ik heb te wachten. Jens, yes. Kijk hier staan. Laat hem even staan. Kijk. Oh, jong. Oh, nou, ik ga nog eens verder kijken of ik nog een schoens van kan maken. Wat dus hebben die van Renault? Eigenlijk een coole auto, hè? Even daar is de Renault. Jong, kut banaan. Oh, die te moe. Jong, een vent. Kijk dan niet. Toch, Rosso is pas een mooie auto. De rest is allemaal kaart. Kijk dat die auto's zijn. Ik vind het zo ook nog van mooi. Zo, moet je het zo open. En door hem nou, er is ja. Wij rieten vlak achter mij. En is degene bezig aan een getimede ronde, want dan moet ik even het gas geven. Ik zit alleen in Force India, verder met die dingen niet. Nee, ik zit in het gereisje. Het gereisje. Roger, doe best dan. Tipke, jij bent een boete. Het is Perez, Johan, en dat is achter ze dicht dan weer. Fuck, en ik, ja, ik heb hem verzaakt. Ik ben best wel mee bezig. Op de klok. Laten we wel even lopen. Gewoon een erg goede lap bezig. 3-10 al delta. Positief. Weet je wel. Maar... Laten we hem even shit, hè. Maar Perez probeert hem in te halen, dat is er nou. En drijf uit. Hoe? Kut, science me voorbij. Wacht, dan moet ik even gaan inhalen, dat is niet fijn. Ja, kut, dan kom ik natuurlijk maar voorbij. Geres. Zo moet het dus niet, zo moet het dus niet, dames en heren. Nee. Nee. Oh. Weer de Wolf Champions, hè. Oh, nee. Oké, okay, ja. Nou, zie ik er even tijd staan. En dan zal ik weer blijven. Want het is nu aan Sean L. Zet er weer in de moer. Om die tijd te gaan verbreken. Okay. Hij is gitaar. De World Champions was wederom het eindstation van de zieker. Oeh, Sean hier de problemen met Fiat. Die had op een heel creatieve manier in. Oeh, maar dat lijkt ook buiten een retirement. Hij heeft er een match met de bergen. Ja, dat kost hem de vrijwel gehele linker voorkant van zijn wing. Intussen krijgt Perez, let op jongens, let op wat ik zeg, Perez krijgt dus een no-place grid penalty vanwege zijn collision met Kvyat. vraag me niet hoe ze daarbij gekomen zijn, maar het stond terecht. Sean die zal... Oh, de Mercedes jongens zijn lekker bezig, want volgens mij heeft hij alweer een magic new front wing. Jawel hoor, hij zit erop. Dan moet je uitkijken dat hij meteen wat kwijt speelt. We gaan eens kijken wat Timmy Thunder aan doen is op ultra softs. Wat kan die? We gaan kijken naar de lap data, want dit wordt een spannende. Oei oei oei, dat is een gek mes met de motor. Dit was ze zijn, ja. What the fuck, man? Nee, misschien gaat dit wel goed.
is mis, geen mis met een meutertje van het geneuken. Hij heeft nu nog 14 seconden om over de lijn te komen. Kijk wie daar hem pakt. Heel gingerly. Ja. Hij verbetert zijn tijd vrij goed met de 16e. Dat is op zijn long run pace. Hij komt ermee heel erg dicht in de buurt van Sean L. Maar blijft P3 verlopen. Sean L. inmiddels in de garage. Moet je kijken ook, wat ze voor hem kunnen betekenen. Niet te spannend maken voor de quali natuurlijk. Hè? Maar iemand die we nog niet gesproken hebben vandaag, dat is de Koenigsdoeler. Ook hij is nu bezig aan een snelle ronde. Nee, het valt mee hoor. Hij moet over 5 seconden binnen zijn. Wil er een competitieve ronde zijn en dat gaat niet gebeuren. Dus gewoon stikken weg. En het wordt een 17, denk ik. Een 17-4 was het, geloof ik. Dat is ongeveer hetzelfde als zijn snelste ronde. En hij rijdt op dit moment rond op P8. Die snelste ronde overigens gezet op de Supersofts. Dus hij zal willen verbeteren hier op deze ultrasoftband. Beste sector in, we gaan zo meteen een tussentijd krijgen. En dan gaan we zien of dit een goede ronde is van der Koenigsdoeler. We krijgen de tussentijd. Oeh ja, 14e eraf. Dit is een zeer, zeer scherpe ronde. Hij snijdt die curve goed aan, maar dan komt weer de tweede. Hij komt die net iets te breed uit. Misschien iets te weinig sneller eruit gehaald. Lastige tracties on hier, maar dat doet hij heel goed. Dat doet hij koninklijk op zijn Koenigsdoelers. Altijd een lastige bocht hier qua corner cutting. Hij probeert hem in de lijn te schatten. Lukt niet helemaal. Hij neemt het bijna aan Sean L. Hij was hem heel even kwijt. Een klein momentje daar. De herpin, zware breking, zo'n waar ga je op de rem staan? Dat is iets voor het meterbord. Klein lock-up daar, dat mag. In zijn 1 pakt hij hem. Ja, dat leidt ook toe dat je hem heel makkelijk kan ronden. Maar daar verhaal je er wel heel veel snelheid uit. Dus is dat de snelste methode? De ja, dan wel de nee. Ik denk het eigenlijk niet. Intussen, nee, er zijn geen veranderingen bezig. Kijken of Timmy Thunder nog iets kan. Timmy Thunder inmiddels sector 1. Oh, die is. Kijk, nu in de tussentijd. Ja, hij is aan het verbeteren. Oeps. Maar een heel klein beetje. Cancer. Maar dat is niet veel. En de Koenigsdoeler heeft een probleem. Ja, hij heeft waarschijnlijk de chicane verkloot. Dat was dat net. En hij zet weer een identieke laptime neer. Chicane blijft een heel lastig puntje van deze lap. Dat kan ik zeker ook zeker beamen. En hij is op tijd op hetzelfde punt als Sean. Oei, oei, oei. Houdt hij hem uit de barrières? Houdt hij hem uit de muurtjes? Jazeker. Hij heeft die kalkenswol. Dat is toch dat godstalent van die Koenigsdoeler. Kijk, en nu weet hij ook. Oké, okay, deze lap is verloren. Die kan de prullen beginnen. Oh, dat was Timmy van trouwens waar we net over hadden. Het is zijn af en toe lastig aan de kaart houden met die twee geno's. En kutten wij nu naar de Koenigsdoeler. Ja, en dan zien wij, kwijt. Ja, daar is het feit al gebeurd. Hij is wel gespind. Hij staat helemaal achter tevoren in die bocht waar hij een curb zou moeten meenemen. Dat is een lastige tractiezone. Ja, kan gebeuren. Nou, we gaan terug naar Sean L. nu. Die zet hier een koninklijke eerste sectortijd neer. Nee, nee, nee. Zijn vorige laptime, die was... Een seconde sneller, klopt dat? Nee, dat klopt helemaal niet. We krijgen foutieve data hierdoor, van de FOM. We krijgen nu de eerste sector time van Sean L. Hij verschijnt nog niet in beeld, dus ik weet niet precies wat met onze telemetrie in de hand is, maar daar klopt eigenlijk helemaal niks van. Tim Thunder inmiddels ook in een eerste sector. Misschien dat we van hem dan een sector tijd kunnen krijgen. We komen nu bij dat punt aan. En het is, ja, hij is aan het verbeteren, maar net zoals bij de vorige lab, het is maar heel weinig. Snel bij de RP even kijken hoe hij ruimt. Ja, Grosjean voor hem. Hij lokt up. Hij neemt iets veel gras mee. Daar. Je moet eigenlijk, dan heeft hij toch te vroeg geremd, hè, moet je denken, als hij dat gras meeneemt. Ik wil een klein beetje van de curb misschien meenemen, maar ook niet te veel. Zeker niet met een wheelie op dat geverfde Rolex gras. Ik ben er nu bij de chicane. We gaan even kijken hoe Sean L. de chicane neemt. Dat doet hij. Oh, hij scrubbed de World Champions. Ja, dat mag hoor. Dat doen de allergrootste ook. We zien dat Timmy Thunder op dit moment met de fuel zit. Dus ze weten niet of hij naar binnen gaat duiken. We zien dat zijn fuellampje knippert. Nee, hij gaat naar binnen. Dit is klaar. Het is waarschijnlijk niet genoeg tijd om nog even te tanken. Dat wordt heel erg krap dan. Als hij dat wil. Laten we dat maar niet doen. Nee, dit is maar een practice session. En de knikkers worden in de volgende ronde verdeeld. En dat is de kwalificatiesessie. Sean L, precies 1 seconde achter de seeker, heeft zich dus verbeterd, want die tijd heb ik nog nooit eerder gezien. Is hier bezig dan in de ultieme lap, hè? Op versleten ultrasofts, dat moet er wel bij gezegd worden. Kom hier bij de tweede sector, tussentijd. Gaat hij er wat tijd afsnoepen? Antwoord is... Oh, we krijgen geen tijd door, er is heel veel mis met de telemetrie op dit moment. Zoals altijd. Koenigsdoeler op dit moment al binnen, die is tevreden met P8.
En ik moet erbij zeggen, in een Renault is dat ook een positie waar je, ja, best wel trots op mag zijn. U tegen zeg. Als je gewoon P8 rijdt, is dat gewoon een solide positie. De top 6 is in principe al ingenomen door de 3 topteams. En daarachter, ja, dat is een beetje een kat-en-muisspel tussen de Force India's, Renault's en Williamson van deze wereld, deze dagen. Nou Frank, zo zien we toch nog steeds dat de koning natuurlijk zich beter plaatsen boven de teammate van op dit moment de pole zitter. Ja Jacques, dat... Boven de teammate van onze Belg. Boven de teammate van onze Belg inderdaad. Die vinden wij terug. Ik kijk heel even door de rankings. Het is namelijk de heer Bottas. Die heeft een probleem gehad waarschijnlijk, want wij treffen hem aan op P9. Ja, wat is daar gebeurd? Ik had een melding gehoord dat hij stil stond in de hairpin. Ik heb dat zelf niet meegekregen. Toen zat ik zelf nog ook nog achter het stuur, dus ja. Ja, die is er inderdaad tegengekomen. Nou, het softband heeft hij ook gebruikt daar voor zijn snelste lap. Ook Kimi Räikkönen heeft het gedaan. Zesde tijd maar voor de Finn. En Jean-El, die komt hier thuis op de home straight. Die gaat zo meteen afgevlakt worden. Gaan we eens kijken. Hij neemt de chicane voor de laatste keer. De World Champions wordt niet getoucheerd. Ja, hij doet het. De rest wordt ook niet meer gebruikt. Hij doet het rustig aan. Hij doet het heel rustig aan. Hij is er helemaal klaar mee. Naar Koningsdoedelijk is de enige die niet afgevlakt is. Maar dat kwam omdat hij al in de pits was, dames en heren. En ja, zo kunnen we concluderen dat de pace-equalisatie... Kijk maar terug bij de race-director. Bij de incidents en dan zien we de... Dat is altijd een zwarte bladzijde in het boek van de zieker. Vrijwel alleen maar gevuld met Jean-El en de zieker. De race-director. Nee, niet eens vrijwel. Een clean sweep van de zieker, jongens. Hier, moet je kijken. Oh. Ja, maar er zit ook een paar velden dit in lapsam tussen. Weet je wat, dat is ook, dat ik zei, dat is ook practice, dames en heren. Dat is misschien niet de mooiste vorm van practice, maar je moet ook kijken waar de limieten liggen. Uit die practice sessions moet je het maximale kunnen halen. En af en toe hoort daar ook bij over de lijn te gaan. Ja, en een andere kant van de medaille, daar treffen wij onze Timmy Thunder aan. Die heeft geen enkele entry in deze list. Dat is toch ook wel, op zich is dat indrukwekkend hoor. Ja. Koningsduur, daar zei het al aan, 2 keer in. En Kvyat hier zien we een grid penalty. Dat is dus een grid penalty van 0 plaatsen. We gaan zien wat daarvan terecht gaat komen in de race. Maar wij gaan nu door naar de qualifying.